Nou had ik laatst een video gemaakt over de ruimte, hè? De breedte en de lengte. En hoeveel dat eigenlijk wel uitmaakte, zeg maar. Maar, nou had ik vergeten, juist de hoogte. Het is een beetje moeilijk om nou te zeggen, oké, vanaf hier tot hier, hè? Want dan moet ik ergens bij een stoel of zo gaan meten. En ik wil hem eigenlijk een beetje hier in het midden doen, dus ik heb twee duimstokken. En wat wil nou het grappige? Moet eens kijken. De onderkant is nou gelijk. En de bovenkant. Even kijken, maar zo is het denk ik het duidelijkst. Zie eens. Daar zit gewoon 3 mm in. De ene duimstok is 3 mm langer dan de andere. Dat is toch ook wat? Maar goed, het komt nou niet om millimeters. Het komt nou om centimeters. En dit is 1,88 meter. Nou, dat is voor mij precies, ik denk 4, 5 centimeter wat ik over heb. Meer dan genoeg. Maar eerlijk zijn, ik ga geen camper kopen voor iemand anders. We hebben wel eens iemand op visite gehad. Hier, die was volgens mij 1,90 meter. En hij kreeg de schoenen er ook nog aan. Dus die stond met de benen en met de voeten een beetje uit elkaar, zoals stonden hier. En dan zat hij continu tegen het plafond aan. Maar goed, stel dat jij langer bent dan zeg maar 1,85 meter. Ja, dan is deze camper niks voor jou. Maar voor ons maakt het dus niks uit. Ik kan gewoon rechtop staan. En ik kan ook nog een schoen kopen met een iets dikkere sool. Stel, hè? Een werkschoen bijvoorbeeld is ook al iets dikker. Hè? Iets hoog, zeg maar. Dus dat maakt niet uit. Maar goed. Daar kreeg ik, niet onder de video trouwens, maar daar kreeg ik een reactie onderweg kreeg ik daarop. Hè? Dat zei van, hoe hoog is de ruimte. Hè? En wat hij ook tegelijkertijd zei, dat hij ook de video's wel mooi vond die wij hadden gemaakt over het werk wat we doen. Dus, de volgende klus, boorwerk die wij gaan doen, plak ik hier achteraan. We zijn onderweg naar Leeuwarden. Dan moeten we 3 graden van 500 boren. 500, dat betekent 50 centimeter. Nee, dat is bedoeld om onder de vloer te kunnen. We hebben waarschijnlijk geen gaten genoeg voor de installateur of zo weer, om nog zeg maar, om onder de vloer werkzaamheden te verrichten. Kijk maar eens even. Kijk, nu ligt hij onderin. Het gat zit erin. Dat moet natuurlijk ook groot genoeg zijn, hè, het gat. Anders kom je er niet onder. Het is nu 2:15 en de klus zit erop. 3 graden geboord. We kregen een duimpje, want de gaten waren prima op plek. Alleen de ene gat staat allemaal leidingen onder, allemaal buizen. Dus die moeten nog eerst onderweg voordat zij er zelf onder kunnen. Dus, maar goed, die moest sowieso weg, dus dat maakt ook niet uit. Bedankt voor het kijken naar deze video. Geef een duimpje als je het leuk vond. Abonneer je op dit kanaal en deel het met je vrienden. Tot de volgende video.